In de Bijbel wordt het geloof wel eens vergeleken met een sportwedstrijd. En daar willen we vanmorgen naar gaan kijken. Daarvoor openen we het woord van God vanmorgen op een drietal plaatsen. Drie korte schriftlezingen vanmorgen. Allereerst in 1 Korinthe 9. Daarna 2 Timotheus 4. En tenslotte Hebreeën 12. 1 Korinthe 9. En daarvan lezen we vanaf vers 24. Dat schrijft Paulus, en het komt als het woord van God vanmorgen tot ons. Weet u niet dat zij die in een renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Tot zover. We gaan naar 2 Timotheus 4. Vers 6 tot en met 8. Dan lezen we het volgende. Ik, Paulus, word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover de tweede lezing. We gaan naar Hebreeën 12 tenslotte. Waar we het volgende lezen. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover het woord van de Heere. Geliefde gemeente, jongelui, we kunnen er niet omheen. Er zit weer een kampioenschap voetbal aan te komen. In winkels verschijnen allerlei oranje artikelen. En bij de supermarkt kan je sparen voor een oranje outfit. En de reclames bereiden ons erop voor dat over enkele weken Nederland weer in de ban zal zijn van Europese kampioenschappen. Nou, nu is zo'n steeds terugkerende sportgekte niet alleen iets van deze tijd. Ook in de tijd van de Bijbel waren er grote sportevenementen die een belangrijke plaats in de maatschappij innamen. De Olympische Spelen bijvoorbeeld begonnen in de 8e eeuw voor Christus. Een sportevenement gewijd aan Zeus, de belangrijkste Griekse god, gehouden in Olympia, vlakbij de Olympus, de godenberg. En in Korinthe had je ook om de 2 jaar de zogenaamde Isthmische Spelen. Maar daar kon je in tegenstelling tot de Olympische Spelen ook als amateur aan meedoen. Nu, net als bij ons nam in de Griekse cultuur sport een grote plaats in. En daarom wordt in de Bijbel regelmatig het beeld van een sportwedstrijd gebruikt om iets van het geloof te verduidelijken. Want iedereen heeft er wel een beeld bij.
En zo willen we vanmorgen ook gaan luisteren naar die drie gedeeltes die we met elkaar hebben gelezen, waarin het geloof vergeleken wordt met een hardloopwedstrijd. En we hopen daar met de hulp van de Heer iets van te leren voor onszelf. En we doen dat onder het thema, zie ik je bij de finish? Zie ik je bij de finish? Jongelui, een vraag. Denken jullie er wel eens over na, hoe je leven er over, laat ik zeggen, 25 jaar uitziet? Stel, je bent nu 15. Dus als jij 40 jaar oud bent, hoe zal het dan met je gaan? Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar de keuzes die jij nu maakt, die zijn mede bepalend voor hoe jouw toekomst straks zal zijn. Welke studie kies je? Welk werk ga je doen? Waar ga je wonen? Zal je trouwen? En zo ja, met wat voor soort iemand? Allemaal vragen die toch van belang zijn. Tja, denkt iemand, dat klopt wel wat u zegt, maar het voelt zo een ver van mijn bed show. Want ja, ik weet dat gewoon allemaal nog niet. Dus ik leef maar gewoon mijn leven. Ik geniet als tiener van het contact met mijn vrienden, mijn sport en ik doe mijn schoolwerk zo goed en kwaad als dat kan in deze coronatijd. En ja, verder zie ik wel waar het schip strandt. Nou, ik kan je best begrijpen. Helemaal als ik kijk in welke cultuur wij leven. Want onze tijd, die wordt wel eens de instant cultuur genoemd. En wat daarmee wordt bedoeld, is dat alles via films en social media tot ons komt, direct, flitsend, kort en krachtig moet zijn. Influencers moeten vooral geen omhaal van woorden gebruiken, maar to the point. Alles moet snel. Wij zijn gewend aan snelle kicks en aan continue entertainment. Want wie van jullie haakt niet af als iets inspanning vraagt? Bijvoorbeeld een vraag. Wie leeft er vrijwillig, en dan kijk ik met name naar de jongeren, voor zijn eigen plezier wel eens boeken? Mijn generatie en de jongeren, zo blijkt het onderzoek, nauwelijks mensen meer. We hebben er gewoon de rust niet meer voor, met alle gevolgen van dien. En terwijl wij door de week in zo'n snelle flitscultuur leven, stappen we zondags de kerk in met een hele andere cultuur. Hier gaat het al honderden jaren min of meer op dezelfde manier. En dat is niet bepaald flitsend en hip. En hoe meer wij door onze cultuur worden beïnvloed, hoe langzamer het voor je beleving in de kerk gaat. En daarom zeggen dan sommigen, het is zo saai en ouderwets in de kerk, het moet allemaal aantrekkelijker. Zou dat kunnen? Zou de kerkdienst aantrekkelijker gemaakt moeten worden? Zou je, net zoals je door de week geëntertaind wordt, dat ook in de kerk zo willen? Weet je, ik zeg niet dat onze manier van kerkgang precies de enige juiste is. En het is ook goed om daar over na te denken. Maar weet je, de boodschap van de Bijbel, die past niet in korte, simpele verhaaltjes. De grote, hoogverheven, heilige, eeuwige God, dat past niet in een oppervlakkig verhaal. Geloof in God, die zo anders is als wij, dat vraagt om inspanning. En dat mag toch ook? Het gaat over het belangrijkste van het leven. En juist dat zien we in het beeld dat de Bijbel voor geloof gebruikt. In Hebreeën 12 wordt het geloof vergeleken met een wedloop. Dat is geen sprint, maar een marathon. Het geloof vraagt uithoudingsvermogen. Je moet volhouden om de eindstreep te halen. Eindvers 1, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ja, er is verschil tussen geloof en de sportwedstrijd.
sowieso al dit. Bij een sportwedstrijd strijd je tegen elkaar. Is er competitie? Wie is er als eerste bij de finish? In het geloof strijden we samen, eensgezind, tegen zonde en duivel. Het gaat er niet om wie de snelste en de beste is. Het gaat erom of wij de finish halen. Want iedereen die de finish haalt, die is een winnaar. En zo komt vanmorgen de vraag naar jou toe. Zie ik je bij de finish? Hou jij het vol om je hele leven standvastig te blijven geloven? Ook als dat inspanning en uithoudingsvermogen vraagt. Zie ik je bij de finish? Wie stelt die vraag eigenlijk? Wie is die ik uit deze vraag? Twee antwoorden. Allereerst de overleden gelovigen. Met andere woorden, alle mensen die de eindstreep al hebben gehaald. Die klaar zijn met de marathon van het geloof en over de finish zijn gekomen. Zij stellen ons vanmorgen als eerste de vraag, zie ik je bij de finish? In Hebreeën 12 vers 1 wordt gezegd dat we door een menigte van getuigen omringd worden. En het beeld dat hier gebruikt wordt is dat van een stadion. De overleden gelovigen, zoals beschreven in hoofdstuk 11, die zitten als het ware op de tribune en ze kijken toe. Ze roepen je toe, hou vol, wij hebben de eindstreep ook gehaald, ook toen het moeilijk was. Zien we jou nu ook bij de finish? Ja, wie zien we er allemaal zitten op de tribune? Abraham en David, Jozef en Jesaja, Petrus en Maria. Oom, kijk daar, je gelovige opa, die een paar jaar geleden overleden is. En een stukje verder, een gemeentelid dat laatst gestorven is. Zij stellen je vanmorgen de vraag, zie ik je bij de finish? Ja, om daar aan te komen, zul je wel moeten begonnen zijn met de wedstrijd. Jongelui, toen jij werd gedoopt, werd je als het ware bij de startpunt neergezet. De vraag is of je al bent gaan lopen. Oftewel, geloof jij al in de Heer Jezus als jouw persoonlijke zaligmaker? Dat je hebt ontdekt dat een leven met de Heer het beste is wat er bestaat. En dat een leven zonder hem uiteindelijk ongelukkig maakt. Alleen als je een relatie hebt met Jezus, kun je het volhouden en de finish halen. Anders zul je vroeg of laat afhaken. Nou, denkt iemand die hier in de kerk zit of misschien thuis meekijkt. Als ik eerlijk ben, dan haak ik ook het liefst af. Ik zit hier dan nog wel, maar ik heb besloten om binnenkort af te gaan haken, om ermee te stoppen, want het hele geloof hoeft voor mij niet meer. Ik heb er niks mee. Al die regels, alle leuke dingen mag je niet doen. Maar weet je, waarom zou je je wel inzetten voor allerlei aardse dingen die toch voorbij gaan en niet voor de dingen die niet voorbij gaan? Wees toch wijs? In het leven is het opgaan, blinken en verzinken. Jullie zitten misschien nog nu in de fase van opgaan, gezien jullie leeftijd. Maar vroeg of laat is het voorbij. Kijk naar topsporters, de bekende namen van nu, die zullen over 20 jaar weer vergeten zijn. Over topsporters gesproken trouwens, hoe zijn zij aan de top gekomen? Ja, daar hebben ze jarenlang voor getraind. Maar ook dit, zij doen er alles aan om beter te presteren. Heel gedisciplineerd leven ze voor dat ene doel, de prijs. Om die reden roken ze niet, drinken ze niet, eten ze gezond, gaan ze vroeg naar bed, gaan ze naar allerlei feestjes niet. En natuurlijk is dat soms lastig, maar ze doen het voor dat ene doel, de prijs. Zo is het ook in het geloof. Jazeker, je ontzegt je dingen.
maar je doet het om er iets mooiers en beters voor terug te krijgen. En wat is dat? Een leven met God en Jezus, zijn eeuwige liefde, zijn genadige vergeving, zijn trouwe zorg. En als je daar eenmaal iets van hebt ervaren, dan smaakt dat naar meer. En dan besef je dat alle aardse tijdelijke pleziertjes ten diepste leeg zijn. Even tussendoor, kinderen van God. In hoeverre stralen wij uit dat een leven met de Heere inderdaad het beste is? Worden onze jongeren jaloers op ons? Dat het leven met God een diepe eeuwige vreugde geeft en wat de wereld niet kan geven, is dat aan ons zichtbaar? Ja, misschien zijn er ook wel jongeren of ouderen die zeggen van, ja, ik zie in anderen het geluk dat de Heer Jezus geeft. Maar ik twijfel nog aan van alles. Bestaat God dan wel echt? En is het leven zonder Hem, zonder het geloof toch niet leuker? En ik merk zo weinig van de Heer. En ik ben teleurgesteld in de kerk. Of nou ja, als ik als enige christen op school zit, ja, dan bekruipt mij zo vaak het gevoel, ben ik niet gek? Hebben die anderen het niet gewoon gelijk? Gemeente, het is ook mogelijk dat er vanmorgen zijn die zeggen, ik geloof wel degelijk dat de Bijbel de waarheid is en dat Jezus de Zoon van God. En ik ben er diep van doordrongen geraakt dat ik een zondaar ben die vergeving van schuld nodig hebt. En toch weet ik niet of ik al aan de wedloop van het geloof begonnen ben. Daar worstel ik mee. Soms denk ik van wel, maar op andere momenten ook weer helemaal niet. Hoe het ook zij, wie jij ook bent, vanmorgen zijn we op de juiste plaats. Want God gebruikt de preek om met zijn geest mensen tot geloof te brengen. Want de Heere wil niet dat zondaren verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En als de naam van Jezus klinkt, gaat daar kracht van uit. 100% zeker. En daarom preek ik zo graag. Omdat ik weet en zie dat God het gebruikt om mensen te redden. En ook jongeren tot geloof te brengen. En wat gebeurt er als je tot geloof komt? Krijg je dan een ander leven? Ja. Krijg je dan berouw over je zonde? Jazeker, dat hoort er ook bij. Maar het kenmerk van iemand die de wedloop van het geloof aan het lopen is, dat is dat hij liefde tot de Heer Jezus heeft. En we zien dat prachtig in 2 Timotheüs 4. Daar is Paulus oud geworden. Hij weet dat hij binnenkort zal gaan sterven en dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, oftewel ik heb de finish gehaald, daarom zal ik de overwinningskrans ontvangen en dan komt het en dan niet alleen ik zal die ontvangen, maar allen die Jezus' verschijning hebben lief gehad. Jongelui, ouderen, iedere zondag gaat het in de kerk over Gods grote zondaarsliefde. Steeds worden we op Jezus gewezen. Dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat Hij zelfs is gestorven aan het kruis. Dat is toch niet te bevatten? Wat een liefde! Die Jezus kan je toch niet ongeïnteresseerd naast je neerleggen? Hij heeft het beste met je voor. Hij wil je vergeven en redden. Hij wil bij je zijn en zijn liefde en rust aan jou geven. Als je dat ziet, dan ga je toch van hem houden. Mijn ziel is immers stil tot deze God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Hij is mijn redding, mijn hulp in mijn gebrek. Hij is mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En tot zulke mensen klinkt vanmorgen de oproep. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ik ben echt niet de enige die aan het rennen is. Want al die miljarden gelovigen die voor ons geleefd hebben,
die hebben de finish gehaald. En zij stellen je vanmorgen de vraag. Ik zie jou toch ook wel bij de finish? Het zou kunnen, jongelui, dat alleen die vraag al je krampachtig maakt en laat zuchten. Nu komt het, denk je. Nu gaat de dominee natuurlijk zeggen. Als jij de marathon van het geloof wil uitrennen, dan moet jij goed geloven, dan moet jij bidden, dan moet jij Bijbel lezen, dan moet je iedere zondag trouw naar de kerk komen en naar catechisatie en naar de JV en dan moet je je ouders gehoorzamen en dan mag je niet vloeken en dan mag je geen foute films kijken en dan mag je niet uren met je telefoon bezig zijn. Alleen die gedachte daaraan, dat maakt je al moe. Het geloof is echt niet fijn. Je moet van alles. Want anders haal je de finish niet. Wanneer is het nou goed genoeg? Ik zou eigenlijk beter dit, eigenlijk beter dat. Want anders haal ik de finish niet. Het voelt vooral als een druk. Herkenbaar? Jongelui, dan kom ik toch weer bij dat woord liefde, waar ik het zojuist al over had. Onze liefde tot de Heer Jezus, maar vooral ook en allereerst zijn liefde voor ons. Want dat is het geheim om de wedloop vol te kunnen houden. Weet je, het geloof wordt wel eens, nogal eens gezien en ervaren als een soort examen. Nou, wat dat is, dat weten meerdere van ons wel, een examen. Je doet je best en je hoopt dat je voldoende hebt. Maar zo is het niet. Op het moment dat je tot geloof komt, dan heb je je diploma al op zak. In het beeld van de sport, als je begint te rennen, dan heb je de medaille al gekregen. Hè? Hoe zit dat dan? Jezus maakte in jouw plaats het examen, omdat hij weet dat jij en ik het sowieso geen voldoende zullen kunnen halen. Dat noemt de Bijbel genade. Als je dat ziet, dan krijg je hem lief. En dan ga je hem vanuit liefde dienen. En dat is de wedloop van het geloof. Je leeft niet om je bestemming te halen, zo las ik ergens, maar je gaat leven vanuit je bestemming. Je leeft niet meer met de druk of je het gaat redden, maar je leeft vanuit de wetenschap dat je een kind van God bent en daardoor de finish zal halen. De toekomst is zeker, je eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen niet misschien, nee zeker. Dan noemt u zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Want Jezus Christus, zo hebben we gelezen, is de leidsman en voleinder van het geloof. De leidsman. Daarmee wordt bedoeld dat de Heer Jezus, om zo te zeggen, je coach is. Hij stuurt je de goede kant op. Met zijn leven heeft hij het goede voorbeeld gegeven. En met zijn woord wijst hij je de weg van de zaligheid. Maar gelukkig, dat is nog niet alles. Hij is ook de voleinder. Hij heeft het geloof voleindigd. Oftewel, Jezus heeft volledig geloofd. Hij is in alles zijn vader volmaakt gehoorzaam geweest. Hij is nooit gestruikeld. Hij heeft zonder zonde de wedloop gelopen. Tot aan het kruis van Golgotha had hij God lief boven alles en de naaste als zichzelf. En toen hij opstond, heeft zijn vader dat aanvaard. En nu is hij in de hemel, in heerlijkheid gekroond. En om het nu vol te houden tot aan de finish, is het nodig dat je met deze Jezus leeft. En dan kom ik bij een tweede verschil tussen een sportwedstrijd en de wedloop van het geloof. Er is geen onderlinge competitie, zei ik net, maar ten tweede ook, wij rennen niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Want
anders zullen we de finish nooit halen. Maar wie met Jezus leeft, zal kracht ontvangen. Dus, conclusie. De marathon van het geloof vraagt inspanning en training. Wij zullen moeten volhouden. Maar je mag het doen vanuit de ontspanning dat Jezus het je zal geven. Inspanning en ontspanning tegelijkertijd. Nou, daar gaan we het straks bij de preekbespreking nog wel even over hebben, hoe dat precies zit. De Heere vraagt alles van ons, ons hele leven. De kantje van aflopen is geen optie. Oftewel, je kunt geen marathon lopen zonder training. Zweten hoort erbij. Maar je doet het voor het goede doel. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus. Want Hij is overwinnaar. Hij staat aan de finish. En Hij wacht ons op. En dan kom ik bij dat tweede antwoord op de vraag, wie stelt die vraag aan ons? Niet alleen de overleden gelovigen, maar ook Jezus. Hij staat bij de eindstreep en Hij roept het je vanaf die finish toe. Zie ik je bij de finish? Focus je op mij. Dan komt het goed. Want ik heb geleden, ik ben gestorven en opgestaan. Ik ben naar de hemel gegaan en ik zit nu voor jou op Gods troon. Ik geef kracht om vol te houden. Als je Hem ziet, ga je zingen. O naam alle namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Maar hoe dan? Hoe kunnen wij, jij, u, ik, hoe kunnen we op school en thuis, op het werk en in contact met onze vrienden, hoe kunnen we op die momenten het volhouden in de wedstrijd van het geloof? Ik pak even het beeld van de marathon weer op, jongelui. Tijdens zo'n wedstrijd heb je onderweg verzorgingsposten. En als je na 5 kilometer bij zo'n verzorgingspost aankomt en je denkt, ik voel me nog best fit eigenlijk, ik ren door. Nou, dat moet je dus vooral niet doen. Dan kom je jezelf vroeg of laat een keer tegen. Elke keer drinken. Water drinken, sportdrank drinken. Want alleen zo hou je het tot aan de finish vol. In onze Bijbelgedeeltes worden verschillende, om zo te zeggen, verzorgingsposten genoemd, waardoor we de wedloop van het geloof kunnen uitrennen. En de rest van de preek gebruik ik om die 5 dingen te noemen. De eerste lezen we in Hebreeën 12 vers 1. Het afleggen van alle last en zonde die ons gemakkelijk verstrikt. Oftewel, verwijder uit je leven zonden en andere dingen die je belemmeren in het geloof. Want die verstrikken je. Jongelui, een hardloper komt niet zo snel in de verleiding om in zijn rugtas een blok beton mee te nemen, toch? Dat werkt alleen maar belemmerend. Zonden werken ook belemmerend. Maar soms lijkt dat helemaal niet zo. En ze zijn vaak aantrekkelijk en lijken makkelijk te combineren met de marathon van het geloof. En dan denk je, is het nou echt zo erg om dat te doen? Ah, niet zo zwaar en moeilijk hoor. De Bijbel zegt hier, iedere zonde, iedere grote en iedere kleine zonde is als een blok beton in je rugzak. Doe het weg! Zijn er concrete dingen in jouw leven waarmee jij moet stoppen omdat dat belemmerend werkt voor je geloof? Is het eerlijk? Breek er dan mee, vandaag nog. Ja, denkt iemand, ik weet echt wel iets en ik wil er ook mee stoppen, maar het lukt me niet.
Zodra de verleiding daar is, struikel ik. Ja, soms hou ik het even vol, maar uiteindelijk geef ik het toch aan toe. Wat nu? Het enige wat helpt is, richt je op Jezus. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Beleid je schuld en kijk naar Jezus. Hij heeft vrijwillig zijn leven voor jou gegeven. Om je van die zonde te bevrijden. Hij ging gebukt onder de toorn van God. Wat een liefde. En als je hem zo ziet hangen, voor jouw zonde. En je kijkt naar hem. Kan je dan tegen hem makkelijk zondigen? Nee, toch, als je hem lief hebt. Gemeente, in de strijd tegen de zonde is het heilzaam om te mediteren over wat Jezus gedaan heeft. Zo'n grote liefde kan je toch niet wantrouwen. En leg dan ook maar alle last af. 1b om zo te zeggen. Oftewel de dingen die niet per se zondig zijn, maar die je wel belemmeren in je leven met God. Zoals hardlopers onnodige kleding uitdoen of geen bagage meenemen. Zo worden gelovigen opgeroepen af te zien van alle last. En maak dat eens praktisch voor jezelf. Welke dingen in jouw leven belemmeren je in het geloof? We kunnen ons leven zo volstoppen met werk, met vrienden, met hobby, met telefoon, dat we geen tijd meer hebben om te bidden en Bijbel te lezen. Of dat je 's avonds zo druk bent, dat je 's avonds te moe bent daarvoor. Lieve mensen, ik ben ervan overtuigd dat dat een list van de boze is om ons van de Heere vandaan te trekken. Laat dat toch alsjeblieft niet gebeuren. Leg die smartphone weg. En zoek de Heere. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht en gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. En dat gezegd hebbend zijn we al helemaal bij onze tweede verzorgingspost. Om vol te kunnen houden is het nodig om iedere dag momenten te hebben waarin je heel bewust op Jezus let. Hebreeën 3, 12 vers 3. Let toch scherp op hem. Dus niet even vluchtig kijken, maar rustig de tijd nemen om over Jezus na te denken en met hem bezig te zijn. Jongelui, hoe luister jij naar een preek? Hoe lees jij de Bijbel? Met welke houding bid jij? Is het met een open houding, met concentratie? Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Niet even snel omdat het moet, maar de tijd nemen om tot je door te laten dringen wat de Heer tegen jou zegt. En wat Jezus heeft gedaan. Tot vergeving van onze zonden. Nodig om de finish te kunnen halen. En daarvoor is ook discipline nodig. Dat is de derde verzorgingspost die ik in onze schriftlezing tegenkom. In 1 Korinthe 9 wordt gezegd dat iedereen loopt omdat hij zelf de prijs wil halen. En dan staat er: iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. En zo oefent ook Paulus zichzelf op een harde wijze. Of jij nu sportief bent of niet. Iedereen weet dat als hij nooit hard loopt, het hem niet zal lukken een marathon uit te rennen. Toch? Daarvoor zal je moeten trainen. En dan niet even een weekje van tevoren een keer oefenen. Maar oefenen, oefenen, oefenen. En dat vraagt inspanning en discipline. Zo is het ook in het geloof. In de strijd tegen de zonde en de verleidingen zal je gedisciplineerd moeten trainen. Ja, om een discipel van Jezus te zijn, is discipline nodig.
Ja, en dat is, ik weet het, een vies woord in onze instantcultuur. Van ik wil het nu. En ik wil het snel, snel, snel. Maar jongelui, ouderen, als jij geen discipline hebt in je gewone leven, heb je dan wel discipline in je geestelijke leven? Als jij je bijvoorbeeld niet kunt beheersen met eten, of nou ja, met je scherm, kun je dan wel gedisciplineerd zijn in je Bijbel lezen en gebed? Als jij slap bent in het nahouden, in het nakomen van afspraken, ben je dan wel krachtdadig in je strijd tegen de zonde? Weet je, om achterop te raken hoef je niks te doen. Zo werkt dat in sport ook. Als je niks doet, neemt je conditie vanzelf af. Geestelijk is dat idem dito. Zondigen gaat vanzelf. Om de geestelijke wedloop met volharding te kunnen lopen, zullen we ons in moeten zetten en gedisciplineerd moeten trainen door trouw stille tijd te houden en naar de samenkomsten te komen. Dus verzorgingspost 1. Stop met zonde en alle dingen die je belemmeren. 2. Heb momenten waarin je heel bewust je op de Heer Jezus focust. En 3. Discipline. We gaan snel door. 4. Laat je inspireren door andere gelovigen. Allereerst de gelovigen van vroeger. Dus mensen die op die tribune zitten, hè? Die menigte van getuigen. Hun moed en volharding is zo bemoedigend. Moet je eens kijken wat zij allemaal voor over hebben gehad. Hoe zij hebben volgehouden. Ik lees je wat voor uit hoofdstuk 11 van Hebreeën. Waar staat: anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Dat hadden ze allemaal voor de Heere over. Laat dat je inspireren. Dat hebben zij gedaan voor God. Zullen wij dan ook niet dat doen? En kijk dan ook naar getuigenissen van vervolgde christenen in onze tijd. Er zijn zoveel magazines en YouTube-filmpjes waar je kan horen hoe zij te midden van de strijd blijven zingen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. En ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar als ik zulke getuigenissen zie, dan krijg ik letterlijk tranen in mijn ogen. Hoe zij te midden van ellende blijven vasthouden aan de Heer Jezus. Omdat ze niet anders kunnen en niet anders willen dan bij de Heer Jezus horen. En dat kunnen ze doen omdat ze gericht zijn op het eindresultaat. En dat is verzorgingspost 5. Richt je op het eindresultaat. Op de finish. Op wat daarna komt. Christus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, zo staat er in Hebreeën 12 vers 2, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Om zo te zeggen, Jezus richtte zich op het eindresultaat. En daardoor ontving hij kracht om die kruisweg daar naartoe te lopen. Laten wij hem daarin volgen. Hou jezelf het doel voor ogen, waar je het allemaal voor doet. Het eeuwige leven in de hemel, met al zijn pracht en praal, met zijn rust en zijn vrede, maar vooral ook, en allereerst, een leven met en voor die liefhebbende Heer Jezus. Daar draait het immers om in de hemel. Leef richting Hem. En als je zo leeft, dan word je niet gedisqualificeerd. Maar zal je bij de finish de krans van de rechtvaardigheid ontvangen. Zoals Paulus zegt in 2 Timotheüs 4.
Dan zal de Heer je uit genade belonen en je welkom heten in het hemels paradijs. Dan breekt de volmaaktheid aan en zul je als Christus zijn. Wat een heerlijke toekomst ligt er in het verschiet voor hen die de eindstreep halen. Gemeente, jongelui, zie ik je bij de finish? Een vraag van vele overleden gelovigen, een vraag van Jezus zelf. Zie ik je bij de finish? Je rent toch wel de marathon van het geloof? Zie op Jezus. Laat je door hem leiden. En als je bij de eindstreep komt, ja, dan zal je zien dat hij je al die tijd heeft vastgehouden. Wat een liefde. Ik struikelde in velen, maar hij heeft mijn rechterhand vastgegrepen. Hij is mijn liefde zo waardig. Door hem heb ik de finish gehaald. En daarom, alle eer aan God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen.